Goedemorgen iedereen en welkom op dit webinar. Mijn naam is Veerle Strossen van het Vlaams Planbureau voor Omgeving. We stellen vandaag twee studies aan jullie voor en we beginnen met de studie gebiedsgerichte impactanalyse van bodemerosie op basis van een integraal afwegingskader. Na de pauze volgt een tweede studie rond socio-economische impactanalyse van bodemerosie. Collega Petra de Proost zal korte presentaties, zal voor beide presentaties een korte intro geven en ook de spreker en het studiebureau aan jullie voorstellen. Maar eerst wat praktische afspraken die we met jullie willen maken. Dus er wordt, zoals jullie zien, een opname gemaakt die achteraf ook aan jullie zal worden bezorgd. De gelieve camera's en de micro's uit te zetten. De vragen kunnen jullie stellen via de chat. Dus daarvoor zal collega Joost de coördinatie op zich nemen. En de presentatie en de opname zullen achteraf aan iedereen bezorgd worden. En nu geef ik het woord aan Petra voor een korte intro. Ja, goedemorgen iedereen. Ook namens mij en het volledige team Bodem en Omgeving van VPO heten we jullie heel hartelijk welkom op deze webinar. Het is over erosie. We zijn heel blij met de uitgebreide interesse voor de webinars. De eerste studie gaat over een gebiedsgerichte impactanalyse op basis van bodemerosie op basis van een integraal afwegingskader. Dus bodemerosie en sedimentafstroming zijn een urgente problematiek in Vlaanderen. En waar we dus al zeer lange tijd rond werken. Dus enerzijds vormt bodemerosie een bedreiging van de bodemkwaliteit. En anderzijds zijn er natuurlijk ook schadelijke gevolgen van de sedimentstromen en het sediment dat terechtkomt in het watersysteem, in woonkernen en in natuurgebieden. Ik ga heel even stoppen, misschien de vraag aan Louis om ook de camera uit te zetten. Oké, dankjewel. Dus natuurlijk de problematiek van bodemerosie, daar is de ruimtelijke differentiatie zeer belangrijk van de problematiek. Waar treedt erosie op? Waar treden de sedimentstromen op? Waar komt het sediment terecht? Maar in deze studie gaan we nog een stapje verder en gaan we eigenlijk kijken hoe we die ruimtelijke differentiatie eigenlijk gaan kunnen vertalen naar impactanalyse, naar urgentie. Dus niet alleen de mate van de problematiek, maar ook in welke mate het impact heeft op de omgeving. Bijvoorbeeld de woonkernen. Er zijn mogelijk woonkernen die sterker een grotere impact ondervinden van sedimentstromen. Erosie op landbouwpercelen kan een grotere impact hebben in functie van het bodemtype. Er zijn natuurgebieden die gevoeliger zijn voor schade door sediment dan andere. En ook voor het watersysteem kunnen dergelijke afwegingen gemaakt worden. Dus vandaar dat wij de opdracht hebben aanbesteed voor een integrale impactanalyse om hier zicht op te gaan krijgen. En daarvoor is dan ook een integraal afwegingskader opgesteld samen met alle mogelijke betrokken stakeholders. De opdracht is uitgevoerd door Antea Groep in samenwerking met Fluvis. En ik geef nu heel graag het woord door aan de projectleider van dit project, Alexander de Ruiter. Alexander, ik weet niet of Alexander aanwezig is om de presentatie te delen. Ik ga wel eens kijken of dat hij de
link wel gekregen heeft. Ik heb hem net even gerequest to join, dus ik zal eens kijken of dat... Ja. Die staat er nog thans bij. Alexander? Ja. Ik ben er. Sorry, ik was even zoeken. Ik heb jou net aangekondigd en we waren dus een blijde verwachting van jouw komst nu. Dus ja, de inleiding is gegeven, dus je mag eigenlijk jouw presentatie delen en starten met de toelichting. Ja, zeer goed, met plezier. Excuses voor de vertraging. Ik was even de link kwijt, dus... Ik zal vast mijn scherm delen. Oké. Ik ben goed verstaanbaar. Ja. Oké. Dus we hebben de opdracht gekregen en een tijdje geleden, begin vorig jaar, zijn we begonnen met een studie rond de gebiedsgerichte impactanalyse voor bodemerosie en op basis van een integraal afwegingskader. De studie is dus door Antea Groep en Fluves uitgevoerd. Ikzelf ben van Antea Groep, Alexander de Ruiter. Ik ben projectmanager rond integraal waterbeleid. En ik zal het even hebben over het project zelf. Dus ik zal kort even de context toelichten. Ik ga dan ingaan op de methode die we toegepast hebben voor het opbouwen van het integraal afwegingskader. En uiteindelijk de resultaten toelichten. Even in het kort, dus de context en de doelstellingen vanaf het begin van het project waren dus een gebiedsgerichte impactanalyse voor bodemerosie. En daar wouden we kijken naar zowel de on-site gevolgen, dus dan kan je denken aan bijvoorbeeld de verlies van bodemkwaliteit door erosie, maar ook de off-site gevolgen, dus sedimentatie en sedimentaanvoer naar zaken zoals waterlopen, riolering, wegen, woonkernen, kwetsbare natuur, zaken met een maatschappelijke waarde. Het doel was om dat te doen op basis van een integraal afwegingskader. En daarin een sleutelonderdeel daarvan is dat die wordt opgemaakt door de input van de verschillende belanghebbenden. Dan een soort zijtraject, of tegelijkertijd werd er gekeken naar het opmaken van een waarnemingenkaart. Dus het voornaamste deel van het model en van de impactanalyse is opgebouwd uit gemodelleerde erosie- en sedimentatiegegevens. Het is daarnaast ook belangrijk geacht om te kijken naar, oké, hebben we waarnemingen, hebben we feitelijke locaties waar dat we vaststellen dat er een problematiek voorkomt, om die ook te gaan inventariseren en toe te voegen in de afweging uiteindelijk. En het doel is ook om de verschillende lagen publiek te ontsluiten via de DIP. Even kort het projectteam. Dus voor de coördinatie, ik heb zelf een deel van de coördinatie opgenomen samen met Valérie Biarnot. De uitvoering, Sacha Gobijn van Fluves en dan nog Stijn Loze, Atik Sardar, Simon en ik heb ook deels van de uitvoering gedaan. En daarnaast natuurlijk ook de input van de stuurgroep en de stakeholders. Dus iedereen die heeft bijgedragen aan het project wil ik daar ook voor bedanken. Want ja, ik denk zonder die input... zouden we zeker niet zo ver geraakt zijn.
kort een overzicht van de projecttijdlijn. Dus we zijn gestart begin vorig jaar. Dus in januari 2023 was de opstart van het project. Om even de ruwe, de grootste rode draad te overlopen, is er een eerste workshop geweest in mei. Tijdens de eerste workshop lag vooral de focus op de methode die we wilden toepassen. En dan de verschillende criteria. En met criteria heb ik het over zaken als waterlopen, huizen, etc. De elementen die van belang zijn. Om die af te toetsen en te gaan valideren. In de tussentijd, dus tussen workshop 1 en workshop 2, is er ook een enquête opgemaakt. Een enquête is opgemaakt om die criteria gewichten te kunnen gaan toekennen. Dus om te kijken, zijn er bepaalde zaken die we toch belangrijker vinden dan andere. Om dan in september de tweede workshop te houden, waarin dat die gewichten voorgesteld zijn en besproken. En dat er ook gekeken is naar hoe kunnen we een gebiedsafbakening doen. We kijken naar een gebiedsgerichte impactanalyse. Dus we wouden voor bepaalde gebieden een impact scoren of een mate van impact kunnen weergeven. Dus dan is er ook gesproken over welke gebieden gaat het, wat is de schaal die we zouden willen toepassen. In eerste instantie was de originele deadline in november, maar om verder te kunnen werken ook aan het integraal afwegingskader, maar in eerste plaats om ervoor te zorgen dat de inventarisatie van de waarnemingen kon verder gezet worden, is er een verlenging toegepast. Tot april. Dus het project is uiteindelijk afgerond in april en dat brengt dus dan tot vandaag, tot de webinar. Ik zal eerst even de methode overlopen. In het kort gaat het dan over in eerste instantie data-inventarisatie, een multicriteria-analyse om de verschillende criteria af te bakenen binnen het integraal afwegingskader. Dan hebben we een conceptueel model opgebouwd. Het bouwen van de verschillende afwegingsmethodes, dat is vervolgens doorvertaald in een Python-script. Dus het is gecodeerd en tot slot zijn dan de resultaten geproduceerd. En dan heb ik het over de output van het model, nog een laatste processtap richting de gebiedsanalyse en de visualisatie van de resultaten. Elk van deze onderwerpen ga ik in wat meer detail toelichten. Voor data-inventarisatie, daar ga ik het niet te lang over uitweiden. Voornamelijk dat dat in een samenspraak en een beetje in tandem gegaan is met de multicriteria-analyse. Uiteraard hebben we er gekeken naar welke data is er beschikbaar en kunnen we die gebruiken voor criteria op te bouwen. En aan de andere kant, welke criteria willen we opnemen en is er daarvoor data beschikbaar? Want het is een Vlaams dekkende studie, dus een aantal van de datalagen zijn daardoor uiteindelijk aan de kant moeten gezet zijn, omdat er geen dekking is over Vlaanderen en dus dat de impact niet uniform kan worden meegenomen. Daarvoor is er uiteraard weer gekeken naar die on-site en off-site. Aan de rechterkant, ook mocht de presentatie gedeeld worden, dat is de effectieve tabel, dus ik kan erop inzoomen, dat is gewoon een hoge resolutie, maar die staat ook in het rapport om naar te bekijken wat alle verschillende impactdatalagen zijn en wat alle verschillende probleemdatalagen zijn. Als ik het heb over probleemdatalagen, dan heb ik het over de datalagen die ook op de DOV staan rond de erosieproblematiek en de sedimentatieproblematiek. Dat zijn rasterlagen van 20 op 20. De multicriteria-analyse is voor het afbakenen van de verschillende criteria in het afwegingskader. Dus in eerste instantie zijn die gedefinieerd op basis van zowel de beschikbare data als de stakeholderconsultatie in de eerste workshop. Dan is er gekeken van passen die allemaal, kunnen we die standaardiseren, zijn die gebiedsdekkend, is daar data voor beschikbaar? Eens dat rond was, dus dat de verschillende criteria afgebakend waren, is er een enquête opgesteld om te kijken of er verschillende gewichten konden toegekend worden. En uiteindelijk zijn die dan gevalideerd tijdens de tweede workshop. Eens dat rond was, konden we verder gaan. Ik zal eerst de verschillende criteria allemaal eens overlopen en toelichten, dat er een beeld geschetst kan worden van welke elementen worden er meegenomen in het afwegingskader. Hier zien jullie de vier hoofdelementen. Dus we hebben het dan over hoofdcriteria in het
jargon van het rapport ook. Dus de hoofdcriteria zijn infrastructuur, watersystemen, landbouw en ecologie. Dat zijn eigenlijk de vier hoofdonderdelen waaronder alle verschillende subcriteria zijn geschaard. Als we het hebben over infrastructuur, dan kijken we naar gebouwen, wegen, spoorwegen, rioolinfrastructuur en erfgoed. Binnen die subcriteria zijn er ook deelaspecten. Dat is onder andere gelinkt aan het idee van de gewichten die we wouden toekennen. Binnen gebouwen zijn er bepaalde gebouwen die belangrijker zouden zijn of niet. Vandaar dat die onderverdeling gemaakt is. Daarnaast is er ook een afweging over het beschikbare datalagen. Als er vrij uiteenlopende datalagen beschikbaar waren, zijn die af en toe ook onderverdeeld in verschillende deelaspecten. Dus voor infrastructuur binnen gebouwen kijken we naar openbare gebouwen, private gebouwen en dan kritieke infrastructuur. Als ik het heb over kritiek, dan kan je denken aan gezondheids-, onderwijs-, infrastructuur, maar ook bijvoorbeeld de Seveso-gebouwen, dus locaties waar voor opslag van gevaarlijke stoffen en dergelijke. Binnen de wegen is een onderscheid gemaakt tussen de hoeveelheid transport dat er over het algemeen over een weg gaat, maar ook of dat een weg vooral gebruikt wordt door een zwakkere weggebruiker. Gezien de afweging was dat daar iets meer impact ondervonden wordt door sedimentatie bijvoorbeeld. Binnen spoorwegen zijn er geen verdere deelaspecten. Binnen rioolinfrastructuur is er gekeken naar de rioolstrengen, maar is er ook rekening gehouden met de waterzuiveringsinstallaties. En dan tot slot bij erfgoed zijn er ook geen onderverdelingen meer. Voor watersystemen kijken we naar waterlichamen, grachten en beschermde drinkwatergebieden. Korte toelichting. Ja, grachten zijn uiteraard ook gewoon waterlichamen. Die splitsing is er omdat waterlichamen houdt eigenlijk de VHA, de Vlaamse Hydrologische Atlas. En er is natuurlijk uiteraard een deel grachten die daar niet onder vallen. We wouden die wel meenemen, dus die zitten er apart in. En de beschermde drinkwatergebieden, daar spreken we enkel over oppervlaktewater. Er is gesproken over het meenemen van grondwater, beschermde gebieden voor grondwater. Uiteindelijk is dat beslist om die niet mee te nemen. Dus we kijken bij beschermde drinkwatergebieden naar de oppervlaktewateren die daarvoor beschermd zijn. Er is geen verdere onderverdeling. Die is wel besproken geweest. Bijvoorbeeld bij waterlichamen zijn de verschillende categorieën besproken om die misschien als deelaspecten op te nemen, maar dat is uiteindelijk uitgesloten. Voor landbouw. Landbouw is uiteindelijk onderverdeeld in vier subcriteria. Dus dan hebben we blijvend grasland, boomgaarden, akkerland en een indicator van de bodemvruchtbaarheid. En dan specifiek hoe snel die afneemt door erosie. Blijvend grasland komt overeen met een minimumperiode van 5 jaar grasland. Boomgaarden zijn wel boomgaarden. En voor akkerland is eigenlijk een beetje een overkoepeling van alle andere verschillende type gewassen. Dit is beslist om als overkoepeling te nemen, om niet in al te veel detailgraad te moeten gaan, omdat de impact van erosie op verschillende types gewassen en dergelijke te gaan in kaart brengen was een beetje buiten scope. En dan tot slot de bodemvruchtbaarheid, dus de mate van afname van bodemvruchtbaarheid door erosie. Dat is dan op de bodemtypes en dergelijke. Voor ecologie kijken we naar terrestrische habitats, aquatische habitats en aquatische biodiversiteit. Ja, je zou misschien denken, waar is terrestrische biodiversiteit? Die is uiteraard ook overwogen. Maar er zijn bijvoorbeeld geen plannen over de type beschermingsplannen over terrestrische biodiversiteit of species die beschermd zijn en die impact ondervinden van sedimentatie. Dus die zijn uiteindelijk ook niet meegenomen. Binnen terrestrische habitats zijn er wel een aantal onderverdelingen. En idem voor aquatische habitats. De instandhoudingsdoelstellingen, de sedimentgevoelige aquatische habitats, sedimentgevoelige terrestrische habitats. Welke types dat allemaal zijn, die zijn uitgebreid besproken in het rapport, om te kunnen traceren wat dat er nu allemaal in zit. Dus binnen de geografische data, de GIS-data, zijn de specifieke attributen aangegeven.
Ik heb het gehad over de gewichten die we op basis van die criteria gehaald hebben. Dus de criteria die ik net benoemd heb, op basis daarvan is een enquête opgemaakt om te gaan afwegen, zijn er bepaalde criteria die we belangrijker vinden dan andere. We zien die oranje cirkel, dat is, ik heb de benaming er niet bij gezet, alle gewichten kunnen ook opgezocht worden in het rapport. Die oranje cirkel gaat over de boomgaarden en het grasland. Daar was er blijkbaar wel een afweging dat die mogelijk minder belangrijk zouden zijn. Maar als we kijken naar alle andere criteria, dan zien we heel duidelijk dat er daar een zeer beperkte variatie in zit. Als we dat dan statistisch bekeken hebben, van is die verandering tussen die verschillende gewichten relevant, dan was dat niet het geval. Het was wel het geval voor die paar andere, hè, dus voor grasland en landbouw. Dus uiteindelijk is het besproken op de uitvoerig besproken tijdens het stuurgroepoverleg wat we daarmee zouden willen doen. En uiteindelijk is er beslist om toch verder te gaan met equal weights, met gelijke gewichten. Dus de gewichten zijn er. De gewichten zijn ook ingebouwd in het model, maar de weging zelf is uitgeschakeld. Dus de resultaten die we straks zien, zijn bepaald op gelijke gewichten. Dus alles is uniform gewicht. Om de volgende stap binnen de methode te zetten, dan gaan we naar het conceptueel model. Ik heb het gehad over hoofdcriterium, subcriterium en deelaspecten. Dus deelaspecten worden samengenomen, die vormen een subcriterium. Verschillende subcriteria worden samengenomen, die vormen een hoofdcriterium. Aan de rechterkant zien we de conceptuele uitwerking daarvan. We beginnen altijd met inputlagen. Dus een inputlaag van de problematiek. Dus dan hebben we het over erosie, sedimentatie, sedimentaanvoer en sedimenttransport. Dat zijn de vier problematiek inputlagen, zeg maar. En daarnaast hebben we de criteria inputlagen. Dus dat is telkens de inputlaag voor het deelaspect of subcriterium waarvoor dat het van toepassing is. Die inputlagen die zijn allemaal geresampled naar een rasterlaag. De beslissing is gemaakt om de resolutie te nemen van de modellering, dus van de probleemlagen, de erosie- en sedimentatielagen. En dat is een resolutie van 20 op 20 meter en Vlaanderen dekkend uiteraard. Dus dat is voor alle verschillende inputlagen van de criteria, die zijn teruggebracht naar een rasterlaag van 20 op 20. Die worden samengevoegd, dan hebben we het over de terminologie noemen we dat een overlaplocatie. Er is een element, bijvoorbeeld een huis. Er is sedimentatie of sedimenttransport op de locatie van dat huis. Dus daar is een overlap, die wordt meegenomen en die krijgt een severiteitsscore. Die severiteitsscore is eigenlijk één op één gekoppeld aan de mate van de ernst van het probleem. Dat geeft ons een deelaspect. Die deelaspecten worden gecombineerd. Dat geeft ons een subcriterium, die worden gecombineerd tot het hoofdcriterium. En jullie zien, die gewichten die zitten daar nog altijd op, die zijn allemaal één in de uitwerking van het model. De hoofdcriterium worden uiteindelijk ook samengevoegd, maar die worden eerst omgevormd tot de gebiedsgerichte impact. Dus de hoofdcriterium is een rasterlaag. Die wordt doorvertaald naar een vectorlaag, naar een shapefile met verschillende gebieden en waar ieder gebied op basis van de scores in de rasterlaag een bepaalde impactscore krijgt. We hebben dan uiteindelijk vier impactscores, dus telkens per hoofdcriterium. Die worden dan uiteindelijk ook nog eens samengevoegd. Dat is een gemakkelijk gewoon een optelling van de scores voor de uiteindelijke laag die de impactgebieden definieert voor alle vier de hoofdlagen. Dus op dat vlak hebben we vijf kaarten, één per hoofdcriterium voor ecologie, infrastructuur, watersystemen en landbouw en uiteindelijk één voor de combinatie van die vier. Er is dan nog een zesde en daar kijken we naar de waarnemingen. Dus ik had het daarnet over de waarnemingen die opgesteld worden. Die worden ook opgenomen in die afweging. Als we dat even doorvertalen naar hoe dat er effectief uitziet, dan zien we aan de linkerkant het overzicht. Dat is niet leesbaar, maar dat is ook niet de bedoeling. Het is meer om aan te tonen dat wat de verschillende
hoeveelheid is van de criteria en de inputlagen. Aan de rechterkant is het om even aan te tonen, dit is hetgeen wat we hier zien, is uiteindelijk alle bewerkingen voor infrastructuur. Maar dan hebben we dus de inputlaag, daar wordt een severiteitsscore van bepaald. Dat geeft dan een deelaspect of een subcriterium, afhankelijk van de aanwezigheid van deelaspecten of niet. Die worden telkens samengevoegd tot een combinatie. Daar hebben we telkens dan de hoofdcriteria. Die worden geclusterd door een methode die ik zo meteen toelicht, tot de vectorgebieden. Die vectorgebieden zijn dan de impactgebieden per hoofdcriterium. Die worden dan weer samengevoegd tot een eindresultaat. Iets meer detail om uit te leggen hoe dat we dat doen. Is maar weergegeven in deze diagram. Bijvoorbeeld, kijken we naar sedimenttransport op infrastructuur, dan kunnen we bijvoorbeeld een straat of een huis nemen. Dus we gaan die overlaplocaties gaan bepalen. Waar is er overlap tussen het element en het probleem? En dat wordt dan, daar wordt dan die severiteitsscore aan toegepast. Dus aan de linkerkant zien we ook dat er klasses zijn. Dus afhankelijk van de hoeveelheid sedimentatie, erosie, sedimenttransport of sedimentaanvoer, zijn er klassegrenzen opgesteld die een score geven tussen 0 en 1 per cel. Ja. Op de plek waar dat er een overlap is, dus in dit geval, als we even teruggaan, kunnen we zien dat er een deel van de straat en een deel van het huis, is er één cel van 20 op 20, die op beide elementen een impact heeft. Die cel, daar zit nog een verdere bewerking op, dus die krijgt een iets hogere waarde. En uiteindelijk wordt dat allemaal genomen en doorvertaald naar de impactgebieden. De impactgebieden, dus de scores per impactgebied, die zijn afgebakend na overleg op het A1 afstroomgebiedsschaal. Dus we hebben de A0, A1 en A2 afstroomgebieden. De scores en de visualisatie zijn gedaan op de A1 afstroomgebieden. We moeten dit niet allemaal in detail doornemen, maar het is om aan te tonen dat er in die bewerking, er zijn cellen die niet overlappen. Er zijn cellen waar wel overlap is voor een bepaald criterium of voor meerdere criteria. Die worden ook herleid terug naar een score tussen 0 en 1. Wat houdt dit in? Eerst wordt de originele score gedeeld door 2, dus een score tussen 0 en 5. En alle bijkomende scores, dus alle bijkomende rasterlagen die overlappen, die dus een bijkomende score geven, die bevinden zich wat hoger en onder andere tussen 0,5 en 1. Wat houdt het in? Elke individuele single cel, niet overlappende cel, heeft een score tussen 0 en 5. Van als dat we over de 0,5 gaan, komen we in een score en weten we dus ook zeker dat er een overlap is tussen criteria en problematiek. De herclassificatie wordt hier ook even weergegeven. En ik denk dat het de key takeaway is eigenlijk deze figuur. Hier zien we dat een laag met 6 mogelijke overlappende criteria, dus in dit geval ecologie, zien we dat als er maar 1 laag is, dat we de score altijd valt tussen 0 en 0,5. En als we hoger gaan, dus als er meerdere criteria overlappen, dan gaat die score telkens omhoog. En moest alles overlappen, kan je tot een score 1 komen. Dit is dan ook genomen en verder doorvertaald in hoe dat we die transformatie doen. En we onthouden daarin dat de enkelvoudige score voor een probleem 0 tot 0,5 is. Alles daarboven is eigenlijk sowieso uitermate ernstig. We zitten al met de hoogste impact. We gaan dan ook nog eens verschillende elementen tegelijk impacteren. Die transformatie dus op de A1-gebieden die we hier ook uitgelijnd zien, ziet er zo uit. Dus we pakken de rasterlaag, we pakken gebieden en die worden dan uiteindelijk samengevoegd tot de impactkaart. Die transformatie dus, die gebeurt op basis van volgende formule. We zitten met een hele grote kaart met heel veel verschillende rastercellen. En er is een enorm grotere hoeveelheid aan lage waardes. Het komt uiteraard uit het model. Er is een overvloed aan lage erosie, sedimentatie en sedimenttransportwaardes.
en een zeer beperkte hoeveelheid aan hoge, echte probleempunten. Maar uiteraard, ja, die probleempunten, die locaties waar meer impact is, die zijn het belangrijkst. We hebben dit onderzocht, hè. Er is een equal weighting toegepast. Dus we hebben een selectie van al die verschillende gebieden gedaan. We hebben gekeken hoeveel cellen hebben een lage waarde. En hoeveel cellen hebben een medium tot een hoge waarde. En die hebben we vervolgens een exponent toegekend. Dus een waarde waarmee ze vermenigvuldigd worden om de impact gelijk te trekken. Als wat we hier zien ook in die figuur, wat dit wil zeggen, is dat de hoeveelheid cellen boven een score 0,4, dus in de extreme waardes, is ongeveer één cel op 3000 cellen die een hele lage score hebben. Uiteraard, als we daar gewoon gaan optellen of gemiddeldes nemen, dan komen we nergens, dan krijgen we geen gebieden waar dat de impact duidelijk wordt. Dus vandaar dat die exponenten zo extreem voorkomen en dat dus de hoogste celwaardes eigenlijk een gewicht van bijna 3000 krijgen. En dus dat is de exponent 8. Die exponenten, je kunt die per gebied specifiek gaan berekenen, maar dan kom je bij alles op gewoon 1 uit en dan trekt alles mooi zichzelf gelijk. Dus er is een sampling genomen van alle verschillende gebieden. Er is gekeken, oké, wat zijn de verschillende exponenten die we daarop zouden kunnen toepassen. En dan is er een selectie gemaakt van welke grote orde aan waardes er moeten worden meegenomen. En dan komen we hierop uit. Dus de laagste waardes worden gelijk gehouden, die worden vermenigvuldigd met 1. Dan daarna gaan we naar een exponent van 3, 5, 7 en uiteindelijk alles daarboven, 8. Opnieuw denkende dat die 0 tot 0,5 in relatie staat tot de severiteit van het probleem. En alles daarboven heeft relatie tot hoeveel criteria last ondervinden. Die scores, dat geeft een heel uitgebreide hoeveelheid aan scores. Hebben we gekeken, ja, hoe kunnen we dat dan een beetje logisch gaan weergeven? Wat jullie hier zien, is, komt bij een aantal mensen mogelijk bekend voor. Dit is een natural jerks, een natuurlijke grenzenanalyse in GIS, om te gaan kijken, ja, waar liggen de waardes. En zelfs hier zie je nog altijd een duidelijk zwaarte aan de linkerkant van de histogrammen. Een grotere hoeveelheid aan lagere impactgebieden. Deze verdelingen zijn ook effectief de verdelingen die we genomen hebben om vervolgens telkens een score van 1 tot en met 10 toe te kennen aan ieder gebied. Korte samenvatting. We hebben dus een input, we hebben rasterlagen en vectorlagen. Die worden allemaal verrasterd. Die worden in het model opgenomen. Door het model worden specifieke composiet, dus samengevoegde rasters gecreëerd. Die rasters worden vervolgens geclusterd tot prioritaire of impactgebieden. Dus even de resultaten. Als we kijken bij infrastructuur, is dit het eindresultaat. Je ziet voornamelijk, als ik op de schaal van Vlaanderen, zien we dat over het algemeen lage scores naar boven komen. De gebieden die naar boven komen, dus de vlekken die jullie zien in de Vlaamse kaart, die komen voornamelijk overeen met erfgoedgebieden. Een huis is uiteraard maar vrij klein, een erfgoedgebied kan een groter oppervlakte bekleden. Dus in dit geval zien we hier dat er sedimenttransport voorkomt op bijvoorbeeld bepaalde erfgoedgebieden. Als we daar op inzoomen, dan komen we pas in de hogere scores. En die komen veelal overeen met bepaalde straten bijvoorbeeld. Veel zien we dat er een bepaalde sedimentstroom plaatsvindt op een weg. En die is dan ook duidelijker gevisualiseerd aan de rechterkant. Als we dit doorvertalen naar de A1-gebieden, dan krijgen we dit als impactkaart voor infrastructuur. En we zien hierin, als je kijkt naar Centraal-Noord, dat er daar inderdaad effectief nog steeds een invloed is van die lagere
van die laagste scores, die zitten nog steeds erin, dat lijkt mij ook wel belangrijk. Maar het gewicht, de overgrote meerderheid van de gebieden, die zit uiteraard in het zuiden van Vlaanderen, waar dat we ook de erosieproblematiek het meeste kennen. Als we kijken naar de watersystemen, dan zien we over heel Vlaanderen, in alle waterlopen, is er wel een sedimentstroom richting een waterloop. Over het algemeen zijn die zeer laag tot laag. Als we daar een beetje op inzoomen, dan geeft dat nog een duidelijker beeld. Het merendeel van de pixels, van de rastercellen, die worden gevisualiseerd, die hebben een lage score. Er is eigenlijk niet zoveel sedimentaanvoer. Maar er zijn telkens specifieke rastercellen die daarin zitten, die een veel hogere, hoog tot zeer hoge waarde krijgen. En dit is nogmaals om uit te lichten. Ja, er is een enorme hoeveelheid aan cellen. En er is een zeer beperkte hoeveelheid aan echte cellen die aantonen dat er een heel grote problematiek is. En dat zijn ook de locaties waar de problemen zich voordoen. Om die uit te lichten, daardoor zit die formule met die exponenten erin. Als we die doorvertalen naar de impactgebieden voor watersystemen, dan krijgen we deze kaart. Wat we hier zien, opnieuw in het zuiden van Vlaanderen, waar dat de voornaamste problemen zijn, die komen naar voren. Maar daarbij is het ook wel belangrijk om aan te geven dat de gebieden in West-Vlaanderen en de gebieden die in het noorden van Vlaanderen uitgelicht worden, die komen onder andere ook overeen met locaties van beschermde drinkwatergebieden. En we werken met die drie subcriteria, de waterlopen, de grachten, of de waterlichamen, de grachten en de beschermde drinkwatergebieden. De beschermde drinkwatergebieden komen daardoor ook relatief naar voren in de uiteindelijke impactkaart. De gebieden die hier oplichten zijn rond bij Oost-Vlaanderen, rond Ronse en dan een stuk van de Demervallei in Vlaams-Brabant en dergelijke. Voor landbouw. Hetgeen wat het meest opvalt hier misschien, is dat de zichtbaarheid en de definitie van de verschillende problemen in de rasterkaart is hier al een pak groter en een pak meer naar voren gekomen. Dat is vrij logisch. Hè. Er is gewoon veel landbouwgebied en bijna op elk perceel is er wel een mate van erosie. Het merendeel daarvan, en zeker in het noorden van het land, zijn dat zeer lage waardes tot lage waardes. Als we iets meer inzoomen, dit is het gebied rond Geraardsbergen wat wordt toegelicht, dan zien we daar ook weer de diversiteit. We zien daar ook dat ook in het zuiden zijn er uiteraard gebieden met lagere waardes, maar dan zien we toch ook weer die hoge tot zeer hoge impactwaardes naar boven komen. Als we dat dan bekijken op basis van het A1-gebied, dan komt het eigenlijk vrij goed overeen met wat we ook kennen van de impactkaarten van erosie die al beschikbaar zijn. Opnieuw uiteraard een grotere hoeveelheid van matig tot zeer hoge impact in het zuiden van Vlaanderen. Met de gebieden rond Oudenaarde, Ronse, die uitlichten. Een deel ook in West-Vlaanderen. Zoals ze zouden verwachten, zou ik zeggen. Ten slotte, voor ecologie. Het geeft een beetje een ander beeld. Het volgt ook wel de standaard. Meer in het zuiden dan in het noorden. Maar de verschillende ecologische gebieden doorheen Vlaanderen zijn natuurlijk iets meer gespecifieerd en gedefinieerd. Beperkter. Als we inzoomen rechtsboven in het noorden van Limburg, dan zien we daar bijvoorbeeld dat de impact op het aquatische naar boven komt. En dan zien we daar de waterloop meer uitgelicht, omdat er daar bepaalde soorten zitten die last zouden ondervinden, ondanks dat de hoeveelheid erosie of sedimentaanvoer daar niet heel hoog is. Als we terug naar het gebied rond de Vlaamse Ardennen kijken, dan
Ja, zijn daar ook rond bepaalde natuur, hoge natuurwaardes, zijn daar ook weer gebieden die uitgelicht worden met relatief hoge sedimentaanvoer, sedimentatiewaardes. De doorvertaalslag dan ook weer naar de impactgebieden toont een beetje gelijkaardige beeld, maar we zien ook wel dat dit iets verspreider is, meer verspreid is, onder andere door de grotere verspreiding van de natuurwaardes en de ecologische waardes doorheen Vlaanderen. Dat zien we bijvoorbeeld ook in het noorden van Vlaanderen, maar dat grotere natuurgebieden ook weer oplichten, ondanks dat de erosieproblematiek daar gekend is, dat die niet al te erg is. Tot slot, de waarnemingen. Ik heb het al benoemd, hè. We hebben gekeken naar waarnemingen naast dit traject van het modelleren en het opbouwen van het integraal afwegingskader. Er zijn eigenlijk drie bronnen die uiteindelijk de waarnemingenkaart gevormd hebben. We zijn begonnen met het analyseren van de gemeentelijke erosiebestrijdingsplannen. Daar is een heel grote hoeveelheid aan informatie uitgekomen, heel veel punten en gebieden die naar boven kwamen. Maar ja, een groot deel van die gebieden is ook verouderd. Een deel van die plannen zijn 10 tot 20 jaar oud. Dus die zijn opgenomen, die zijn ook uitgewerkt. En er is in de data en in de documenten gedoken om die dataset verder aan te vullen. Dat het niet enkel een punt is, maar dat er ook en dat de achterliggende informatie ook beschikbaar is. De waarnemingen uit het waarnemingenportaal. Dus er is ook een portaal opgezet dat gedeeld is, waaruit de optie werd gegeven om bepaalde gebieden te gaan aanduiden waar dat er een problematiek bevindt en waar dat die ook effectief gezien is. En dan tot slot is er ook een inventarisatie gedaan via de erosiecoördinatoren voor de huidige waarnemingen en de huidige probleempunten in kaart te brengen. Na evaluatie van deze drie verschillende bronnen, dit is het resultaat, dus we ze allemaal samenvoegen. Maar voor de uiteindelijke resultaten zijn we enkel naar de hier EC, dus enkel naar de inventarisatie van de erosiecoördinatoren, die hebben we genomen om mee verder te gaan. De reden daarvoor is omdat dit actuele punten zijn en omdat we anders mogelijk een vertekend beeld zouden creëren. Er is dan ook voor de waarnemingen een impactkaart opgemaakt per A1-gebied. Hier zitten geen complexe formules achter. Dit is een gewone count, een telling van het aantal punten per gebied. Voor de rastercellen wordt er telkens gedeeld door het oppervlakte van het gebied, want we willen niet dat grotere gebieden belangrijker zijn. Bij de waarneming is dit niet het geval. We zitten ook met maximaal 15 tot 20, 30. 30 is al een stretch. Aantal waarnemingen per gebied. Dat zijn niet dezelfde hoeveelheden als het aantal cellen waar dat we naar de meerdere duizendtallen gaan. Dus hier is er beslist om niet te gaan kijken van het gebied is groter, dus we gaan delen door de oppervlakte. De feitelijke waarnemingen en dat het er zijn in dat gebied is belangrijk. Tot slot hebben we twee eindresultaten. We hebben een eindresultaat zonder waarneming, dat is deze kaart, en eentje met waarneming. Dus zonder kaart, wat we hier zien, is gelijkaardig aan wat we daarvoor zagen, maar we zien bepaalde zaken naar voren komen. We zien Centraal Noord, zien we dat ene gebied, dat heel erg naar voren kwam binnen infrastructuur, dat hier nog altijd een matige impactscore krijgt, maar het voornaamste gewicht blijft in het zuidelijke deel van Vlaanderen, in de gebieden waar dat we de erosieproblematiek ook kennen. En daar zijn er een aantal gebieden die hoger naar boven komen, waar er meer impact is op meer verschillende van onze geïdentificeerde criteria of van de elementen met een maatschappelijke waarde. Dus dan hebben we het rond het gebied rond Oudenaar de Ronsen, Zuid-Limburg en dan rond de Demmervallei. Als we kijken naar de resultaten met de waarnemingen, dan krijgen we dit. Dit zorgt vooral voor dat die nadruk op het zuiden nog iets verhoogd wordt. Er is een kleine shift in een aantal van de gebieden, maar de algemene tendens blijft. Maar ja, aangezien dat we
effectieve waarnemingen van problemen, dat die voornamelijk in het zuiden zitten, komt dat voornamelijk naar voren. Er moet daar wel een kanttekening bij gemaakt worden in dat die waarnemingen of de erosiecoördinatoren niet even actief zijn in het loggen daarvan in het noorden. Dus ja, dat er daar geen punten zijn, is dan ook wel logisch. Maar dat is ook logisch, want er is daar een veel mindere mate aan problematiek. Dus voilà, dit is het uiteindelijke eindresultaat met het inclusief van de waarnemingen. Dus ik zou jullie willen bedanken voor jullie aandacht. Het rapport zal binnenkort, vermoed ik, gepubliceerd worden, ook voor meer informatie. En moesten er vragen zijn die niet nu nog kunnen gesteld worden, is altijd de mogelijkheid om met mij of met het departement de omgeving contact op te nemen, uiteraard. Dank u wel. Dank u wel, Alexander. Vragen waren welkom in de chat, maar ik zie voorlopig geen vragen in de chat zelf. Dus misschien mensen die nog dringende vragen hebben, kunnen een handje opsteken of alsnog in de chat reageren, mochten er vragen zijn. Laat maar komen voor Alexander. Niemand die zich geroepen voelt, was alles ofwel zo duidelijk ofwel zo indrukwekkend dat mensen een stukje platgeslagen zijn. Een vraag van Veerle, ja? Ja. Ja, hallo. Misschien heb ik het niet allemaal goed begrepen, maar ik vroeg mij gewoon af, gaat er nog een soort, is er een mogelijkheid voor monitoring of voor een vervolg of zo van deze studie? Of, ja, heb ik iets niet goed begrepen of zo? Ik denk dat dat misschien eerder een vraag is voor Petra dan voor Alexander. Ah ja, oké. Petra? Dankjewel voor de vraag, Veerle. Ik denk dat het zeker interessant is om inderdaad wat te kijken naar hoe hier nu verder mee. Dus we hebben nu de impactanalyse die gebeurd is. Natuurlijk naar de toekomst toe, als er meer erosiebestrijdingsmaatregelen gebeuren enzovoort. Of als er misschien nog bijkomende factoren opduiken die we toch zouden moeten meenemen in de impactanalyse, dan gaan we hier eigenlijk ook wel nog mee verder werken om een update te maken. Dus het volledige model wordt eigenlijk mee opgeleverd en zal zeker nog verder blijven gebruikt worden. Op korte termijn willen we ook wel heel graag nog verder werken aan de waarnemingenkaarten. Dus er zijn nu heel wat inspanningen gebeurd om data te verzamelen. Historische data, actuele data enzovoort. Maar dat is iets waar we eigenlijk blijvend op willen verder werken om het meldingenportaal open te houden, zodat we een actueel beeld hebben, een actuele kaart hebben van de effectieve probleempunten die op het terrein worden vastgesteld. En in het algemeen is het de bedoeling om die op DOV te ontsluiten, samen met ook andere outputlagen van deze studie. Oké, dankjewel. Nog vragen? Blijkbaar zijn... Ja, Sebastien? Ja, goedemorgen. Twee kleine opmerkingen en vragen. Dus we hebben het eindresultaat, de kaart met het eindresultaat gezien. Ja, er is natuurlijk op Vlaamse schaal, om het zo te zeggen. Hè. Er kan niet ingezoomd worden op heel lokale schaal, hè. Op een straat, op een waterloop, op een stuk natuurgebied of bepaalde percelen. Eén opmerking die ik heb, gekoppeld aan het tweede element, ja, gaan kijken, hè, waarnemingen. Ja, men kan gaan kijken langs straat, hè, omdat dat gemakkelijk is. Ja, misschien moet men ook soms ergens, ja, verder in een gracht gaan kijken waar men niet passeert met de auto, hè, de erosiecoördinatoren of wie dan ook. Kunnen de berekeningen die jullie gemaakt hebben, hè, je hebt daar al die verschillende
attributen of die verschillende elementen, ecologie en infrastructuur, landbouw enzovoort, kan dat ook ter beschikking gesteld worden van de mensen die bezig zijn met erosie om bepaalde punten te gaan bekijken die misschien niet bekeken worden, om zo de waarnemingen duidelijker of juister te maken. Wat met al die berekeningen die jullie gedaan hebben in de praktijk? Berekeningen zijn goed natuurlijk, hè? Maar wat kunnen we, goed, op welke manier kunnen we dat verder valoriseren en gebruiken op het veld? Ja, dus ik zal beginnen met het eerste, hè. Dus we hebben inderdaad, we hebben die eindlaag die op die A1-gebieden gefocust is, hè, qua schaal. Maar we hebben ook de rasterwaarde per hoofdcriteria. Dus als we echt enkel willen kijken naar ecologie of infrastructuur. En daar is, kan uiteraard op ingezoomd worden. Als we daar op DOV zouden gaan kijken, of we nemen die rasterlaag en we laden die in een GIS-programma zoals ArcMap of QGIS, dan kunnen we daarop inzoomen. En dan zouden we kunnen kijken naar, we hebben een bepaald impactgebied dat ons interesseert. We gaan inzoomen naar dat gebied en we gaan kijken, oké, specifiek in welke locaties komt dat naar voren. Dus je kunt gaan kijken tot op een resolutie van 20 op 20 meter, waar dat er gemodelleerd zich een probleem voordoet. Daarnaast zijn er van alle verschillende tussencriteria, zijn er tussenresultaten. Dus per gebied is er een kaart met een score tussen 0 en 1, die rechtstreeks gerelateerd is aan de mate van het probleem volgens die klassegrenzen. Bijvoorbeeld als er meer dan 20 ton per hectare per jaar erosie is op een bepaald 20 gebied in een perceel, op een landbouwperceel, dan zal die in de hoogste klasse gemarkeerd staan. Specifiek voor akkerland, voor landbouw. Dus afhankelijk van de mate van interesse over het criteria, en welk criteria specifiek, kan er dus wel op een bepaald gebied ingezoomd worden, kan er gekeken waar is het probleem en kan er vervolgens onderzocht worden binnen welke criteria ligt dat probleem. En dat kan dan inderdaad, hè, om dan te antwoorden op uw tweede vraag, zou dat kunnen gebruikt worden om in de praktijk te gaan kijken, dit zou een probleempunt en een pijnpunt moeten zijn volgens de modellering. Komt dit voor in de praktijk en kunnen we dit inderdaad gaan markeren binnen de waarneming? Dat zou zeker een optie zijn. Oké, dank u wel. Ja, ik heb nog een vraag in de chat ondertussen. Robin vraagt van, kijk, ja, we hebben nu die impactanalyse met al die mogelijke plaatsen waar de impact relatief groot is in een aantal gevallen. Kunnen we daar ook eventueel komen tot duidelijke, gebiedsspecifieke, of in dit geval misschien nog iets meer specifiek dan enkel een gebied, tot doelstellingen om die impact te beperken? Dus de stap van niet alleen het weten waar, maar ook van wat gaan we er nu ook aan doen, welke doelstellingen moeten we daaraan koppelen? Vanuit mijn perspectief, ik zou zeggen dat zou kunnen. Hè. Ik denk wel dat die stappen gemaakt kunnen worden. Maar dat is misschien ook een vraag voor Petra om dieper op in te kunnen gaan. Ja, ik denk zeker dat het een interessant vertrekpunt is om effectief zo'n gebiedsspecifieke doelstellingen op te stellen. Dat is ook wel een van de doelen geweest van het opzetten van deze studie, om meer inzichten te creëren in de verschillende impacten op een locatie in een gebied. Maar ik zou het zeker als vertrekpunt gebruiken. Dus er is nu enorm veel materiaal en data beschikbaar om te gaan kijken naar de gebieden. En van daaruit te vertrekken eigenlijk gebieden waar bijvoorbeeld een hoge score is op het vlak van het watersysteem, ecologie, landbouw. Van dan daar eens dieper op in te gaan te kijken, ja, waar doen die problemen zich nu voor? Klopt dat met het terrein ook? De terreincheck is altijd wel zeer belangrijk. Maar het is wel een kader waarmee op schaal van Vlaanderen die afweging kan gemaakt worden. En als er dan gekeken wordt naar gebieden, om eens te gaan zien van, ja, welke impacten spelen nu in een bepaald gebied het meest? En dan zeker ook naar maatregelen toe van, ja, hoe kunnen we nu in die gebieden dan doelstellingen formuleren en welke maatregelen zijn nodig om eigenlijk die impact te gaan verkleinen? Dus het is zeker iets waar we mee aan de slag zouden kunnen gaan. Oké, dankjewel. Nog vragen? Het zij voor
Alexander, het zij voor Petra. Ria, stel gerust. Ja, ik wou nog eventjes vragen, die scores, op welke manier worden die, kunnen die voor ons ter beschikking, is dat via DOV dat die gaan ter beschikking komen, of op een andere manier? Het is gewoon praktisch voor het kunnen gebruiken, dat zo zeggen. Hoe kunnen we daar het beste aan, als we voor een specifiek gebied willen echt gaan inzoomen? Ja, ik zal misschien op die vraag antwoorden. Ja, het is zeker de bedoeling om via DOV de data te gaan aanbieden. Dus op dit moment hebben we al een aantal datalagen die we op DOV beschikbaar stellen, die zuiver uit de modellering komen. Dat is dan ja, de berekende erosie, de berekende sedimentatie, sedimentaanvoer naar de waterlopen, de sedimenttransportroutes en hoeveelheden die berekend worden. Maar daarbovenop zouden we nu ook wel de kaarten die geproduceerd zijn in dit project willen aanbieden, waar dan nog een andere focus ligt naar die impact. En eens dat die op DOV staan, dan wordt het natuurlijk gemakkelijk om te gaan inzoomen in het gebied waar men in geïnteresseerd is om dat meer in detail te gaan bestuderen. Maar er is natuurlijk nog wel een weg af te leggen. Het project is nog maar net afgerond om dan die data op een zo gebruiksvriendelijke mogelijke manier eigenlijk aan te gaan bieden op DOV. Maar dat is zeker de bedoeling, daar gaan we werk van maken. Heel goed, bedankt. Ja. Oké. Nog een laatste dringende vraag. Of als die er niet meer zijn, dan kan ik ook altijd zeggen dat jullie de vragen nog naar ons of naar Alexander mogen doorsturen, mocht die nog ergens in de loop van de dag opborrelen van goed, ik ben dat echt wel vergeten te vragen. Wij proberen daar dan alsnog een antwoord op te formuleren. Als niemand nog een vraag heeft, en ik wacht nog even... Petra zelf misschien? Geen vraag meer. Het is niet een vraag, maar het is eigenlijk dan als er geen andere vragen meer zijn, een kleine afsluiter. Het is eigenlijk een project geweest waar er heel veel interactie geweest is met stakeholders, met de stuurgroep ook, met ook al wie bereid is geweest om in het waarnemingenportaal gegevens in te voeren. Ik denk dat er op dit moment in deze webinar ook al een deel van de betrokkenen aanwezig is. Dus ik zou eigenlijk graag dankjewel zeggen voor alle inspanningen van zowel de stuurgroep, iedereen die deelgenomen heeft aan de workshops. Want er zijn drie workshops geweest. En dan ook zeker aan wie al gegevens heeft doorgegeven via het waarnemingenportaal. En tot slot uiteraard ook een dikke dankjewel aan het projectteam. Het was een zeer uitdagend project. Het is een hobbelige weg geweest en er kwam heel veel bij kijken. Maar ik denk dat er een heel mooi eindresultaat is neergezet. Dankjewel, Petra. En dank ook aan iedereen die zoveel input geleverd heeft. Bij deze een digitaal applaus voor de uitvoerders.